Luc, ik ga hem stellen. De sportvraag... ...der sportvragen. Wat ging er door je heen? <laughs> nou ja, opluchting natuurlijk. Uh, dus, uh, het heeft even geduurd... ...en dan is het heerlijk dat je weer die goal maakt. En, uh, ja, je weet dat je ook al uh, de wedstrijden... belangrijk bent geweest voor het team. Uh, in je werk, in je assisten... En, uh, ja hoe je aanspot bent, bent voor het team. Maar ja, uiteindelijk... ...als spits wordt je toch afgerekend op je doelpunten. Dus uh, ja, lekker dat hij uh, viel weer vandaag. Ik heb heel wat doelpunten hier in het Philips Stadion... Uh, Horen beleven en uh, het gejuich hoort, wat daarbij hoort. Deze zit volgens mij wel in de top 10 qua explosie. En dat had volgens mij te maken met dat het een winnend doelpunt had kunnen zijn, maar ook dat het een doelpunt voor jou was. Ja, dat denken dat we zich beide. En, uh, ik denk inderdaad dat iedereen me ook heel erg gunde. En uh, dat is mooi, want uh, ja, je, wat ik al zei, werk keihard. En dat ziet iedereen, ook alle fans. En uh, die, die zeggen dat ook tegen heel vaak. En dan. Uh, ja, dan gunnen ze extra meer om die goal te maken. En uiteindelijk maak je die ook. En dat, uh, ja. dat is natuurlijk uh, iets waar ja. ze zijn ook extra blij mee zijn voor mij en uh, ikzelf ook. Ja, een Saudi uh, maakt nog geen zomer. Een goal maakt nog geen topscorer. Maar toch, hoe heb je ermee getopt dat die goals maar niet kwamen? Soms had je prachtige kansen, katachtige renningen van keepers. Het lukte me niet. Ja, zoals je zegt, uh, soms zat het ook gewoon even niet mee. Pech, redding van keepers. En, uh, ja. Maar uiteindelijk ja, moet je ze toch zo binnen schieten dat de keeper er net niet bij kan eigenlijk. En dat, uh, ja, dan brak het soms net even aan. En ja, dan, dan valt hij vandaag wel ja, zo binnen. Je probeert hem in de lange hoek te koppen en, en dan valt hij precies in zijn net binnen. En dat, ja, daar moet je ook gewoon een beetje geluk bij hebben. En uh, dat, dat hij nu uh, ja, wel goed valt, dat uh, is lekker. Ja, en we praten over een goal in een gewonnen wedstrijd. Want het was toch een andere goal geworden als het hier 3-3 was gebleven. Dank je. Succes nog, hè? Daar ben er ook blij mee. Ja. Nee, ja, dan was het zeker uh, anders geweest. Ander gevoel ook voor mijzelf. Want uiteindelijk staat het winnen van de wedstrijd voorop. En, uh, ja, dan, dan, dan doet een doelpunt voor mij de niet toe. En wie hem ook maakt, het liefst wil je gewoon die wedstrijd winnen. En dat uh, ja, is lekker dat je nog in die laatste minuut toch die winnende... Of je eigen goal dat, dat de winnende is dan. Ja, wat is er met het PSV aan de hand? Uh, het zit niet tegen. Uh, de doelpunten vallen. Uh, de concurrentie helpt een handje mee. Uh, eigenlijk alles wat je maar kan wensen. Dat gebeurt dit seizoen met PSV. Ja, klopt. Uh, ja, wat is er aan de hand? Uh, wij, wij doen gewoon ons ding. Wij, wij, wij spelen gewoon. Ja. Ook niet altijd even goed. Maar we hebben gewoon hele goede wedstrijden tussen zitten. En, en we scoren veel. En, en zijn gewoon heel gevaarlijk. En ja, ook Twente vandaag. Natuurlijk, ze hebben ja, drie doelpunten gemaakt. Maar zoveel meer kansen hebben ze niet gehad ook. En dat, dat is helemaal zuur. Dus ja, we, we staan goed, denk ik. En, en ook we weten als team op het juiste momenten uh, Het compact te maken, klein te maken. En weinig ruimte weg te geven. En, en daar hebben we denk ik al heel veel wedstrijden ook uh, mee gewonnen. En dan ja, hebben we zoveel scorend vermogen. En uh, ja, dat. Dat is ook een kwaliteit. En, en wat je zegt, de concurrenten die punten blijven verliezen, dat, uh, ja, dat is alleen maar lekker. En ja, hopelijk uh, kunnen wij de top blijven trekken. Ja, tot slot: acht uh, op Ajax, twaalf op Feyenoord. We zijn ongeveer een derde onderweg. Zou je kunnen zeggen dat alleen PSV kan voorkomen dat PSV geen kampioen wordt? Nou ja, je hebt het inderdaad wel heel erg in je eigen handen op doen moment, zeker. En, uh, dat, uh, het is november, hè? begin november. Ja, ja, zeker. Maar je, als je zo'n gat geslagen hebt, moet je zorgen dat je dat ja, vol weet te houden. En, en dat, dat je dan uh, ja, niet wanneer je een keer tegen een tegenslag aanloopt, uh, in paniek gaat raken. En zorg dat je dat ja, weet dat het kan gebeuren. Ook uh, dat zie je bij elk kampioenschap dat, dat je wel een keer een wedstrijd verliest. Maar dan is het weer de kunst en hoe je dat oppakt. En, en ja. Tot nu toe hebben we dat nog niet heel vaak over doen en uh, hopelijk blijft dat ook zo natuurlijk. Maar we weten, je weet dat je een keer tegen een puntvlies gaat aanlopen. En dan uh, is het gewoon heel belangrijk dat je jezelf ja, weer herpakt en, en zorgt dat je de wedstrijd blijft winnen. En ja, hopelijk is het natuurlijk ook fijn als de concurrenten punten blijven verliezen.